Goedemiddag. Ja, het antwoord is ja, Wout Weghorst gaat spelen. De man uit Borne natuurlijk, die heel graag ook naar Twente wilde. Nou, vandaag is hij er in ieder geval voor een dag. En dit is dus die opstelling van Ajax. Schoetalo fit genoeg, Rensch fit genoeg. Middenveld nu, Klaassen weer terug, Henderson en Taylor. En voorin mag Weghorst dus laten zien met Ekpom en met Gods. Bij FC Twente waren er trouwens ook nog wat vraagtekens. Sam Steijn die zit op de bank en Hilgers die staat in de basis. Het wordt een pittig wedstrijd hier. Tegenstander van vandaag heeft ook een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Zeker de laatste twee weken. Eigenlijk een serieuze tussensprint geweest van Ajax. Hoe ga je het vandaag aanpakken? Nou ja, kijk, weet je, ze kunnen wel eens variëren natuurlijk. Hè, van namen, maar ook wel in de manier van voetballen. Ze spelen nu met Wout Weghorst in de spits en met Akpom. Dus uiteindelijk het hoge pressen van ons, denk ik dat ze een escape gebruiken om die lange bal te spelen. En daar moeten we vandaag zijn. We know how good they are. Very physical, very well organized, on the ball, off the ball, fantastic in the set pieces. So for sure it's going to be a tough match, but we have to be ready and I think the players are. De Ajax zondagmiddag 2:30 is begonnen. Geboren Enschedeer, Pasveer met de lange bal in de richting van Weghorst. Moeilijk hoek, dat wel. Lammers kan maar het geluk zoeken. En via Schoetalo haalt FC Twente de record er aan over. Weghorst, geen buitenspel voor Ekpom. Hier komt de eerste grote kans van de wedstrijd. En die is voor Ekpom. Ekpom al vallend. Ja, niet helemaal in balans natuurlijk op het moment dat hij schiet. Binnendoor Klaassen, mooie aanname bij Klaassen, maar recht in de handen van de Hoenderstal. Dat doet hij heel veel goed. Dan weet hij het niet af te ronden, Davy Klaassen. Stad geschoten, reflex, Pasveer. Weghorst,
aanleggen voor Rens. Ajax ineens met 3-4 man voor de goal. Daar is Klaas natuurlijk altijd bij betrokken. Weghorst, Oenestal. En uiteindelijk is het een corner. Dit is een behoorlijke fout in de opbouw. En dan rond flap het geweldig af. Zo zeker en zo vast vooral aan de bal Ajax. Maar hier gaat het bij Jurie Baas helemaal mis. Schiet in zijn hamstring bij Mika Gods. Maar dat zal einde wedstrijd zijn voor de jonge Belg. Markeerde weinig aan het veldspel van Ajax. Tot aan de fout van Jurie Baas. En op dat moment Twente dus op voorsprong. Twente kwam eigenlijk in de eerste helft nauwelijks tot kansen. Maar leidt dus wel door die knal, die uithaal van Michel Flap zo even. Welkom terug. Het is Michel Flap die de score opent. En zo gaan ze heerlijk de rust in. Voor Baas een zeldzaam foutje, maar wel een pijnlijk foutje. Ja, laten we die goal er meteen bij pakken, heren. Ja. Een heerlijk moment voor Twente, zo vlak voor rust, hè? Absoluut. Nou, dit is wat Twente gewoon wel vaker deed bij de opbouw van Ajax. Dan stonden ze met Lammers vooruit, de drie achter en die twee daarachter. Eigenlijk op halve staan. Maar dit is een... Ja, een zeldzame fout die Baas eigenlijk bij Ajax nog niet gemaakt heeft. Variant in huis heeft. Ekpom, een goede variant. Maar die goede variant leidt niet tot een goal. Omdat er toch behoorlijk wat mensen vrij stonden. Ziet Regeer vertrekken. De paas is goed. Hier komt Regeer. Valt hij voor Lammersen. Die overkomt hetzelfde als Flap zo even. Langs Hilvers. Ajax met veel mensen in het 16 meter gebied. En daar is hij er altijd, Klaassen. Altijd Davy Klaassen. Hij maakt 1-1. Salah, Edin, Flap. Schot van Flap. En zo is dat de tweede van Flap. En Twente weer op voorsprong. Henderson. Oh, Henderson. Oh, en dan profiteert Rots niet. Zo kort naar de goal van Flap en Pasver eigenlijk al geslagen, maar die was ook weggegleden. Weghorst, Taylor, hard voor langs en weer gelijk. Het is Traoré die binnenschiet. Spectaculaire tweede helft is dit aan het worden. 67e minuut, weer in evenwicht. Van Rooij laag en de reflex van Pasveer voorkomt de 3-2 van Sam Stein. Ja. 2-2 in Grolsvesten is een uitslag waarmee de neutrale toeschouwer uiteindelijk prima kan leven. Het is een afspiegeling van wat we op het veld gezien hebben. Een eredivisiewedstrijd van hoog niveau, want het was FC Twente tegen Ajax.
Nou weet je dat er verbeterpunten zijn. Maar dat punt, het afmaken van die kans, want als het aankomt op felheid en dat soort dingen, ja, daar ontberen jullie niet aan. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat dat wel iets is wat er... wat we nog een beetje missen, wat nog een beetje aan schort met fases. Je komt zover en je verdient goals, zeg maar. Alleen ja, we blijven moeilijk goals maken. Open is always good for the neutral viewers. How is that for the Ajax coach? No, at the end, as I said, we had our moments to take the 3 points. We didn't do it. After we in the 2-1, we conceded one chance that could cost the game. And in the action in the other side, we draw the game. So you know how it's football. But in general, I think we have to be really happy for the performance of tonight and especially for what we have done in the last period. Volgens mij binnen een minuut dacht ik na die goal kreeg Daan een enorme kans. Kunnen we de 3-1 maken. Ja, dat is een beetje de crux, want er zijn natuurlijk een aantal wedstrijden geweest die jullie kunnen killen, die jullie moeten killen. Dit is zo'n klassiek moment. Ja, nee, maar dat klopt. Dat is ook zo. Dat weten we ook. Dat weet hij ook? Dat weet Daan ook, dat weet de staf ook. Iedereen weet het, dus we proberen daar zo hard mogelijk aan te werken om dat voor elkaar te krijgen. Normaal gesproken staat de KPN Man of the Match hier met een grote grijns voor de camera. Maar bij jou is het een grijns, maar toch niet met de mondhoeken helemaal omhoog. Zie ik het zo goed? Ja, ik ben wel gewoon teleurgesteld. Het gewoon leren om wedstrijden over streep te trekken. Dat is gewoon heel erg zuur. Weet je? Je doet jezelf gewoon tekort. En natuurlijk wil ik Ajax ook niet tekort doen. Ja, Ajax deed de eerste helft heel goed. Maar ja, weet je, als je de tweede helft ziet, dan moet je jezelf wat meer belonen. En dat deden we in Nice niet en doe je nu niet. En dan ben je trots op de manier hoe je speelt, hoe je jezelf vertegenwoordigt. Maar... Ja, 3 punten voelt dan toch wat lekkerder, ja. Hoe was het voor jou persoonlijk? Boeiende gevechten, 1-1 tegen je tegenstanders. Terugkeer in de goalsvesten, allerlei thema's. Ja, nee, natuurlijk. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd en er wordt natuurlijk heel veel over gesproken. Nou, daarom vraag ik hoe jij het ervaren hebt. Ja, goed, natuurlijk. Uiteindelijk kom je hier en dan ga je doen wat je het liefst doet en dat is voetballen. En goed, dat ik uiteindelijk ook een speciaal gevoel heb bij deze club, ook dat is inmiddels duidelijk. Goed, alleen dat moet dan van vandaag moet dat opzij en dan moet je je ding doen en natuurlijk krijg je het ook wel mee en ook wel op het veld. Alleen, je probeert je ding te doen, je probeert je focus te pakken en te zorgen dat je belangrijk bent of het verschil kan maken. Dankjewel. Spreek je.